president Chandrika Prasad Santokhi heeft op dinsdag 5 april een oproep gedaan tot solidariteit en gebed. Het staatshoofd deed dit tijdens een bezoek aan de Sri Vishnu Mandir, waar hij samen met First Lady Melissa Santokhi Sinachari de Navratri-viering bijwoonde. We moeten blijven bidden omdat we Gods kinderen zijn. We moeten communiceren met onze God, aldus het staatshoofd. Meneer Jagbandhan, wat heeft vandaag precies hier plaatsgevonden? We weten allemaal dat het momenteel Navratri is, van 2 april tot en met 10 april. En in het kader daarvan is er vandaag een dienst gehouden in onze hoofdtempel, de Sri Vishnu Mandir aan de Koningsstraat. En het is eigenlijk van oudsher zo dat we elke Navratri hier 9 nachten en dagen lang dan diensten verrichten. Voor dit jaar 2022 was het weer zover. En het mooiste van alles was dat wij, los van de normale mandiergangers, ook op bezoek hadden. De president, de first lady, ministers, assembleeleden, de Indiase ambassadeur, andere hoogwaardigheidsbekleders. De Almachtige binnen het Hindoeïsme, genaamd Ishwar Paramatma, hetzij Shakti, manifesteert zich in het mannelijke, maar ook in het vrouwelijke aspect. En in deze periode van 9 dagen vereren wij dus dan de nederdaling van de Almachtige in vrouwelijke vorm. Ja, in de vorm van Durga, de ontoegankelijke, in de vorm van Shakti, van kracht. En dat doen we door middels van rituelen, vuuroffer, het offeren van offerspijzen, het houden van lezingen, we vasten, etc. En dat allemaal bij elkaar doen we dan voor moeder Durga. De boodschap is, u merkt dat 2 tot en met 10 april Navratri is. We hebben straks 15 april Goede Vrijdag, 17 april Eerste Paasdag, 18 april Tweede Paasdag, 3 mei hebben we Ramadan. U merkt dat zoveel hoogtijdagen van de verschillende denominaties in de maand april zijn. En voor dit jaar willen wij duidelijk stellen dat er geen lijnen moeten bestaan tussen geen enkele religie, tussen geen enkele denominatie. We hebben allemaal één doel, dat is dan de verering van de Almachtige in welke vorm dan ook. En laten we dat dit door gaan beseffen naar de mensen toe. En laten we in eenheid met elkaar werken aan de opbouw van Suriname. Wanneer is de laatste dag van de 10 april. Is er dan ook een dienst? Ja, natuurlijk. De laatste dag is 10 april, is Ram Naomi. En daarmee sluiten wij dus dan deze eerste Navratri-periode af.